Maatschappij is ongeveer 26 jaar geleden gestart door Omroep van de K. Die kennen jullie waarschijnlijk allemaal wel, duidelijk beschrijven. Toen hij hier kwam was het gewoon één ravage met alleen maar brandnetels en braden die er af en toe nog wel zijn, kapotte kassen op. En hij heeft hier een nieuwe indeling gemaakt, andere kassen neergezet en is hier een kwekerij gestart. Deze kwekerij is gelegen op een landgoed Hoofddieren. Dit landgoed, het hele bemuurde gedeelte, is vroeger een soort moestuin. Wat nu opgepast is een bijgaard. Deze bijgaard is bij elkaar 3 hectare. Dat is gewoon een moestje. Daarnaast is het nu in het park is tot het landhuis. Van de Willem de Tweede. Dat was een buiten, want je kon hier zo de tweede op. Buiten zaten hier in het koos. Dit zijn met wat koud, grote vuur, van de vuurtje gestoken. Ja, alleen het koud. Het is echt van het open monument gebouwd. En dat is het dan. Een hele muur dat veel van de muur heeft. Een dubbele muur. Dat is touw. Dus er stonden goed allemaal kassen tegenaan met lijfruit. Er zit een gat in de muur, op die manier werd stoom door de muur heen gebracht en op die manier werd de kassen verwijderd. Hier is een rijksmonument. Dit is achtergrond en materiaal is weer gebruikt in de tuin. Uit de trapjes en rond de vijver. De bankjes. Dat zie je wel als je stond van de tuin. Steengroeven in Bentham. De lijst van de dag op de dam is ook zo mooi. De romp is hier in 1999 begonnen. Hij is gestopt in 1998. Is een poosje dicht geweest. En toen hebben wij de romp kunnen nemen. Komt er nog gelijk van op de van elkaar? Ja. Maar toen was dus even een paar maanden. Het is dan heel snel. Ja, het is wel even dicht. Ik weet niet of er vragen zijn, of er wat opmerkingen. Stop, Ja.